zou eerst maar even afwachten wat ik te zeggen heb. Ik heb wel het gevoel dat ik na deze introductie alleen maar op de preekstoel kan gaan staan, maar ik doe het toch liever niet. Ik ben gewoon huisarts geweest gedurende 54 jaar. Ik ben geen homeopaat, want dat vind ik zo'n moeilijk vak. Ik kan al die geneesmiddelenbeelden niet in mijn hoofd krijgen. Ik voel veel voor de homeopathie, maar laat dat dan de echte experts over. Kanker is een ziekte. Ze hebben hem al teruggevonden in Egyptische mummies. En de vader van de geneeskunde, dat was Hippocrates, die had een medische school 500 jaar voor Christus. En die zei al, kanker, dat is een rare ziekte. Die lijkt op een krab. Dat is een centraal punt en er gaan allemaal poten van uit. Die noemden hem dan ook cancer, de krab. Ik was eigenlijk in het academisch ziekenhuis zo teleurgesteld over bijvoorbeeld de kankerbehandeling. Die mensen lagen eigenlijk allemaal dood te gaan. Dat ik heb al van het begin van gedacht, ik zoek andere wegen. Dus ik heb altijd, als ik weer iets hoorde, het onderzocht, waar het uit de wereld dan ook vandaan kwam. Als het iets was, toegepast in praktijk. Sommige van die dingen die waren zo goed, die bleven hangen. Andere dingen zei ik, nou dat is toch eigenlijk niks. Ze hebben veel te veel erover gezegd en dan stopte ik er weer mee. Zo heb ik eigenlijk een soort palet opgebouwd, net als een schilder. Tot ik een heel wijd soort praktijk had waarin ik allerlei dingen toepaste. Toen is die kanker, die bleek van 1920 tot 1940 met een factor 20 maal te zijn opgelopen. En dat ging dus vrij steil omhoog, maar er is een nieuw statistiekje van 2000 tot 2010. En toen bleek dat er nog weer in die 10 jaar tijd 36% bij was gekomen. Dus die kanker die heeft dit gedaan en ontplofte op een gegeven moment. Wij hebben een volkomen verkeerde levensstijl wat eten betreft, wat bewegen betreft, wat kijken naar verkeerde stralen betreft. Je kan die zo gek niet bedenken, maar we zitten. Je kan niet meer met één enkel middel de kanker behandelen. Als je kanker wil behandelen, dan moet je de mensen langzaam maar zeker ertoe bewegen een andere levensstijl te nemen. Je kan wel een homeopathisch middel geven waardoor je de zaak verlicht, maar met informatie alleen kan dat niet meer. Je moet ontgiften, je moet toevoegen en je moet informatie toevoegen. Krijg je minder informatie over hoe dat lichaam moet functioneren? De mensen willen natuurlijk vooral weten wat moet ik doen. Nou, op een gegeven moment, dat is nog niet zo lang geleden ongeveer, januari van verleden jaar, toen zag ik plotseling dat er één manier was die didactisch de beste was. Namelijk gewoon de hand te nemen. Ik heb gezegd, we hebben 4 grote gifstromen die zijn gaan stromen, zeg maar vanaf de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn ze hard op gang gekomen. Dat is de verontreiniging van ons voedsel, van ons vaste voedsel, door de fabrieksbehandeling van ons voedsel, waardoor het eigenlijk helemaal dood is en het geen leven meer voortbrengt, maar eigenlijk de mens vergiftigt. Er zit ook veel al die pesticiden, herbiciden, al die rotzooi die er in ons voedsel zit. Dus ik geef eerst de vaste vergiftiging. De stroom, de modderstroom, en die duid ik aan met de wijsvinger. Dan heb ik de middelvinger. Dat is de langste vinger, die stelt het water voor. En dan vertel ik over de vergiftiging van het water. Die is aanzienlijk. Onder andere doordat de mensen miljarden pillen slikken. En de rest van die pillen die komt in het water terecht. Die worden gedeeltelijk zomaar afgescheiden. En die nemen de mensen weer in. Zodat zelfs een baby die geboren wordt, heeft in het navelstreng bloed al 19 verschillende chemische middelen. Nou, dat is natuurlijk niet best, dat kan je begrijpen. Fluoridering ga ik even op in, omdat fluoride is een sterke kankerverwekker. Ik ben niet ingegaan op plastic, maar plastic is ook niet best, omdat het een vrouwelijk hormoon afgeeft aan het water. Zo is er heel veel over water te vertellen. Dan heb ik de ringvinger. Dat is de lucht. De lucht verbindt alles met elkaar. De ringvinger heeft niet voor niet de ringvinger, die verbindt 2 geliefden met elkaar. En dan vertel ik over de luchtverontreiniging. De manier waarop
wij slecht ademen, doordat we tegenwoordig een zittende generatie zijn geworden. En uiteindelijk vertel ik over de 1 miljoenvoudig toegenomen slechte straling, bijvoorbeeld radioactiviteit, bijvoorbeeld GSM en UMTS-zenders, die allemaal kankerverwekkend zijn. Ook door UMTS-zenders, omdat ze interfereren met de manier waarop onze cellen met elkaar in verband staan. Ze zenden namelijk op dezelfde volgelengte uit en blazen als het ware de onderlinge communicatie van de cellen op. De zon staat in het verdachte bankje. Zonnebril op, vrije radicalen en lig je in de zon, zalf. Juffrouw Wijn, weerbericht, morgen weer smeren, dames en heren. Als je neemt, de ogen worden gehinderd omdat we helemaal achter glas zitten, dan doen de fotonen het niet goed meer. De huid wordt afgedekt en wordt vooral met veel zonnecrèmes besmeerd. En die zonnecrèmes zitten nanopartikels in en die kaatsen het licht terug. De zuurstof die we inademen, wij ademen slecht in en uit. Maar vooral wordt die zuurstof tegengehouden door de vergiftiging met transvetten die de draaideurtjes die de zuurstof naar binnen brengen niet goed in de cel brengen. Daardoor krijg je slechte stofwisseling van die cel. En uiteindelijk is het dus het voedsel wat dus te weinig licht bevat, omdat het wordt verkeerd verbouwd. En er wordt met pesticiden en herbiciden gewerkt. Dat neemt niet zo goed het licht meer op. Evertje was, die kwam bij mij toen hij 6 jaar was. En dat was een autistje. Een zware autist. Die jongen die was, die zat op in de derde groep. Maar ja, dat ging helemaal niet. Hij zat uit het raam te kijken, hij zat te wippen en hij zat te wachten op opname in een hele bijzondere school. Hij werkte ook helemaal niet, hij was volkomen hopeloos. Had ook geen vriendjes. En toen kwam hij op spreekuur. Nou ja, en toen hoorde ik van de moeder dat ze het met een half jaar gemerkt had. Maar ze hadden pas met 1,5 jaar gemerkt. Zeg, dat was dus daarna de BMR-ending, mevrouw. Ja. Ik zeg, mevrouw, ik heb iets geks gehoord. Een vriend van mij zegt dat hij dit genezen kan af en toe met dozode. En toen toen 14 dagen later, werd hij wakker. En hij haalde met 1 zijn klas weer helemaal in, 3 maanden. Hij heeft met 1 vriendjes gekregen. En hij stapte na een maand bij me binnen. En ik wist niet wat ik zag. Ik viel bijna om. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik dacht, dat kan niet. Een maandje later komt hij weer binnen en steekt een papier naar mij en zegt, dat is voor u. En daar zag ik een mooie tekening die hij gemaakt had. En daar lagen allemaal kloven in de grond en poppetjes in vielen. Die kwamen allemaal op ons aanrennen van een hele donkere lucht. En er was een grijze regen viel naar beneden. Er stond een heel moeilijk woord boven, wat ik niet kende. Ik zei, Evert, wat is dat? Zie je dat niet? Zei hij tegen me. Nou, ik zei, je moet me even op weg helpen. Toen zegt hij, nou, dat is de uitbarsting van de Vesuvius. En je ziet die grijze asregen. Maar als er nou een grote vulkaanuitbarsting is, komt er eerst een grote shock. Een grote schokgolf. En dat heet een pyroclastische shock. En die heb ik even voor opgeschreven. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Hij bleek super intelligent te zijn. En hij heeft mij na 2 jaar nog een keer opgebeld dat het me zo goed ging. Volledig genezen. Wat wij niet wisten, dat kon. Want bij autisme leerde je dat je levenslang. Stel voor, iemand gaat naar de tropen en komt er met ziekte in aanraking die hij niet kent. Dan moet je vaccineren, want het is zonde als je aan de gele koorts doorgaat. Maar als ik zeg tegen de moeders, wacht in ieder geval tot 10e maand. Je moet eerst weten wat voor vlees je in de kuip hebt. En dan voorzichtig, want mazelen, bof. Een jongetje bof geven, die jongetje krijgt pas last in de puberteit ervan. Een meisje dat 3 is. Een rode hond geven, terwijl het alleen voor zwangere moeders is. Is het toch krankzinnig? Terwijl ze allemaal bijverschijnselen kunnen geven. Vroeger
trainde die ziekte door ons immuunsysteem. Tegenwoordig, waar die hele jeugd wordt ingeënt tegen alles en nog wat, hebben wij een ongetraind immuunsysteem dat aangetast is. Dat noemt Vera Scheider ook in haar boek, dat die schrijft vaccinatie. 100 jaar onderzoek heeft aangewezen dat de massavaccinaties een aanslag zijn op het immuunsysteem. Dat is ook zo. Dus wij maken ons in een tijd waar de gifstromen een geweldige bedreiging zijn, maken we er ook nog de kinderen in hun immuunsystemen zwakker. Dat is crazy politiek. Moet niet. Dit is fout.